Ja, het is super leuk om hier weer eindelijk te zijn en weer lekker met z'n allen muziek te maken. We hebben het natuurlijk wel heel erg gemist al afgelopen jaar. Zeker omdat je natuurlijk heel veel mensen niet hebt gesproken. En het is wel leuk om weer echt ook een beetje op lekker niveau muziek te maken. Lekker te studeren en ook lekker hard te werken en zo. Dat vind ik erg leuk. Ik ben begonnen toen ik 7 jaar oud was met echt drummen, dus achter het drumstel. En toen ben ik na een paar jaar overgestapt op echt al het slagwerk. Ben ik gaan doen. Ben ik bij het jeugdorkest van een fanfareorkest in de buurt begonnen. En toen ben ik uiteindelijk doorgestroomd naar het grote echte fanfareorkest daar. En toen ben ik uiteindelijk doorgestroomd naar de brassband van waar mijn ouders spelen. Dus ik kom echt een beetje uit de Havabra-wereld, dus niet per se uit de symfoniewereld. Maar ik heb ook bij het Amersfoort Jeugdorkest gespeeld, een jaartje. En daarna ben ik hier gekomen in 2018. En nu speel ik daar al met heel veel plezier, een paar jaartjes. Ja, mijn hoogtepunt, denk ik, ga ik mijn eerste tournee. Dat speelden we Romeo en Julia van Prokofjev. Dat was echt een heel gaaf stuk. En er zit één stuk in, de Dood van Tybalt. Zit op een gegeven moment met 2 snare drums en bouken, grote trom, bekkens, xylofoon. En in het concertgebouw, toen was mijn eerste keer, nee, dat was de tweede keer voor mij in het concertgebouw spelen. En toen stonden we met de hele slagwerksessie zo tegelijk op om klaar te gaan staan voor die grote uitbarsting. En dat vond ik wel echt heel gaaf om toen mee te maken. Ja, ik heb ook heel veel zin in volgende zomer, dat we eindelijk weer echt op een tournee mogen. Ik vind Sjerezade heel gaaf, dat zit echt lekker veel slagwerk in. Dus gave kleine trompartij, gave paukenpartij. Dus, en ook de Ravel pianoconcert is heel leuk voor het slagwerk, omdat er best wel veel slagwerk in zit voor een solo stuk. Normaal zit er alleen bijvoorbeeld pauken in of zo, maar er zit nu ook echt 2 à 3 man slagwerk ook nog bij in. En ook Off to the Races is wel heel gaaf voor slagwerk. Het zit echt heel vol met slagwerk, allemaal gave ritmes en zo, wat er naar voren komt. Dus dat is wel erg leuk om te spelen.